voelt echt heel raar. Al omdat ik ik zie hem dat toneelstukje spelen. En dan moet ik dan leuk. Nee. Nee. Ga nou iets maar laten zien hoe het echt zit. Dit is dus eigenlijk wat het momenteel is. Maar dat is eigenlijk het koudste van het hele verhaal. En ja, dat merk je wel. Maar zullen we niet eerst gewoon een balken leggen en dan een plafond maken? Ja? Een zonnevloedje? Ik denk dat dat al een hele hoop koud scheelt. Als eerste moeten de kamers leeg. Daarvoor wordt een container voor alle spullen geplaatst en gaat iedereen, inclusief Jill, aan de slag. Zo. De eerste doos, hè? Dienst doen. Ja, ik denk gewoon heel druk heen en weer lopen. Ja, ik zie de duif. Heel druk kletsen, ergens, of heel druk lopen, of ja, gewoon zogenaamd druk doen, of ergens dan oude boeren. Daar is hij ook goed in. Die is hier, hoort hem wel bovenuit. Ik heb vast nog een hond hoor. Ja, echt. Ja. Ja, dat kleine vogeltje zie ik ook eens tussen bewegen. Ik ga haar spullen pakken. Voor haar is het tijd om het huis te verlaten. Het is nu aan Marcel om de klus te gaan klaren. Loslaten is voor Wil wel een beetje lastig. Ik vind het wel een beetje moeilijk dat ik Marcel nou het eigenlijk in zijn eentje moet laten. Oh, maar daar zit er nog een thuis. Ik had wel ideeën over de zon, dus ik denk dat ik... Ja, ik zie de koppie. De andere thuis, er zitten twee grote duiven in die boom. Mijn zus die kon net weer thuis van voetbal. Tweede duif weg. Jammer. Oh, daar vliegt die andere duif ook weg. Oh, ze zijn allebei weggevlogen. Jammer.